van Gelderland. Dag 2 is een zware dag. Dag 2 is een dag met traditioneel gezien de meeste uitvallers. Maar, misschien wel veel belangrijker, dag 2 is een blije dag. Dag 2 is een vrolijke dag. Dag 2 is een dag waarop iedereen gelijk is. Hey Harm. Hey. Dag 2 is, en dat weten we natuurlijk allemaal, de dag van Wiegen. Ja, ik ben van heel ver moeten komen. Ik was eigenlijk zeg maar een soort baby in een volwassen lichaam. Ik moest alles weer leren. Ik kon niet praten, ik kon niet slikken, ik kon niet eten. Ik heb een middenoorontsteking gehad. En die is in tijd van 3 dagen is die mij naar binnen geslagen, mijn hersenen in. En daar heb ik een hersenvliesontsteking gehad. Mijn hersenen zelf waren ontstoken. En ze hebben mijn oren helemaal moeten reinigen. Dus mijn oor is eraf geweest. Mijn schedel is gelicht in 3 stukken. En de prognose was dat ik 5% kans had om te overleven. Maar dan zou ik niet meer dan een kastplantje zijn. En nu kan ik zeggen dat ik helemaal medicijnvrij ben. Ik hoef niks te slikken. Oké, we kunnen al. Ja, maar lopen. Want ik werkte bij de bank. En daar was ik projectleider van grote financiële projecten. En ik ben nu weer begonnen om te werken bij Albert Heijn. Als vakkenvuller. En ja, dat vind ik erg fijn. Ja. Goed drinken. Hoed op. Ja. Zonnecrème, al die dingetjes. En ook wat belangrijk is voor jou, goed eten. Beter dan gisteren. Lia loopt met mij mee, omdat ze mijn buddy is. En zij faciliteert eigenlijk op de punten waar ik zelf niet in staat ben om de Vierdaagse te lopen. Ik ga hem uitlopen, al is het op het tandvlees, maar ik ga hem uitlopen. Hoe belangrijk is dat? Voor mijn verwerking in uw ziekteproces is het heel belangrijk. Want je kan dan ook weer ergens een punt achter zetten. Het is de 2e dag en vandaag is roze de kleur van de Vierdaagse. Joehoe! Het is roze woensdag. Hey, goedemorgen. Good morning. Ah, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Très bien. Доброе утро! Buenos días! Buongiorno! Ja, ze noemen dat de goede morgenman. Maar dat heeft de wandelgroep Zoetermeer heeft me dat gedoopt. Hallo, good morning! Yes, just for you. Over. Goedemorgen. Tot morgen. Tot morgen. Ik ben daar spontaan mee begonnen en een beetje uit de hand gelopen. Ik was hier vanmorgen 3:50, want eerder zijn de 50ers nog niet. Gistermorgen was ik 4 uur op de Waalbrug, want ja, anders mis je wat natuurlijk, hè. Dat kan natuurlijk niet. Ja, en je kunt dat de fans niet aandoen, hè. Dus even. Ja. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nee, het eerste half uurtje doe ik het zachtjes. Want dan worden die mensen die aan die flat wonen wakker. Dan roep ik mee, hè? Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Vroeger deed ik het zonder ding, maar ja. Uiteindelijk kost dat je stem na 4 dagen. Hè? Want stem kun je niet vervangen, batterijen wel, hè. Frans, Duits, Engels, Nederlands, Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Japans, Koreaans, Indonesisch. Ja, dat is een beetje. Goedemorgen. Okayo kozai masu. Dus okayo kozai masu. Komt er best vloeiend uit? Ja, ik heb ook geoefend. Kijk, liefde is krijgen en geven. Liefde kan nooit niet van één kant komen. Zo simpel is het. Goedemorgen. En zo werkt het een beetje. Dus ik vind het heel erg leuk, maar ik constateer de wandelaars het ook buitengewoon op prijs stellen. Goedemorgen. 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 Goedemiddag. Nee, nog 40 kilometer, hè? Dan hebben we goedemiddag. Morgen vroeg sta ik weer hier. Vanaf 4 uur ben ik weer hier. Goedemorgen! Want ik kan die mensen niet aandoen, hè, want dan missen ze mij. Dat kan niet. Goed. Zie, ik zeg niks en hun zeggen goedemorgen. Goedemorgen! Ja, ik kan er ook niks aan doen, hè. Het is zo. Goedemorgen! Ik sta in de buitenste buitenwijken van Nijmegen. En in mijn routecadeau zit vandaag... Hé, hey, er zit ook nog een fruitmeisje in. Goedemorgen. Leuk hoor. Ik heb een routecadeau voor je. Ja? Ja, want het is een zware dag. Zullen we ondertussen doorlopen, maar dan zo'n laagje achterop. Want ja, nee, dat klopt. De hoeveelste keer loop je? Kom aan. Het is de eerste keer. De eerste keer? Ja. Dus je hebt geen idee hoe zwaar die tweede dag is. Nee, dus... Want dit wordt de man met de hamer of met de stok. Dus ik dacht, laat ik de mensen gewoon wat vitamines en mineralen aanbieden. Zo, dat is al lekker. En dan iets van ananas of zo. Oh, dat is ook lekker. Ananas. Heel leuk. Heb je wel eens helemaal stuk gezeten op die tweede dag? Hoop? Wel eens, ja. En wat gebeurde er toen? Dat doen we niet. Ja, dan ga je huilen. Gewoon doorbeten. Gewoon blikkenbol enig. Je loopt gewoon te janken? Ja, tuurlijk. Bril op, zo. Heb je van nature een soort talent om je blik op oneindig te zetten? Want ik zie dat bij jou wel, hoor. Ja, dat kan ik wel, ja. Kijk eens wat lekker. Mm. Heerlijk. Voel je het ook al in je lichaam trekken? Ja, het gaat overal naartoe. Hokker. Ja, kijk, en door. Kijk, lekker, voor onderweg lekker vitamines. Hier is een broccoli-type. Handjespinaat. Ja, heel goed. Is het nou wel verstandig? Natuurlijk. Ja, want 6,5 maand. Ja. Bij deze was excuses voor je moeder, ze weet niet beter. Maar ze heeft wel gezegd dat ze voor jou koos en niet voor de Vierdaagse. Maar dan krijg jij van mij, een banaansap. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. En hoe gaat het aan begin van dag 2? Ja, hartstikke goed. Ja? Super, ja, kan je allemaal zeggen. Vitamines, mineralen, proteïne, dier te zwakke knieën, zweren, blaasontsteking, gordelroos. Er zit toch geen alcohol in? Zeker niet. Moet er wat proteïne erbij? Ik denk van in jouw geval. Heb je wel eens helemaal stuk gezeten bij de Vierdaagse? Niet liegen. Ik had ooit gezworen dat ik het nooit meer zou lopen. Ja, dan gebeurde er iets in mijn leven en toen zei mijn dochter, nou dan ga je toch de Vierdaagse lopen. En wat gebeurde er dan? Mijn vrouw overleed. En toen liep ik een beetje doelloos rond. En toen gaf mijn dochter die gaf dat structuur aan door te zeggen van, nou ga je toch de Vierdaagse lopen. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja, het gaat wel goed met je. Ja, ja, het is wel goed om te horen, hoor. Ja, dankjewel, jongen. Bedankt. Dag. Oh, het is weer gratis, mensen. Is dat spinazie? Ja, gewoon opeten. Is er wel schoongemaakt? Ja, het is absoluut schoon. Okay. Het is ijzer, allemaal en wat ijzer? Oh. Ja. En wat is dit, hè? Dat is bietjes, mag ook. En wat is dat, ananas? Hoe lang heb je niet gegeten? Vanmorgen goed gegeten. Nou, volgens mij vergis je een dag. Echt lekker, hoor. Tot ziens. Oh, tot een volgend jaar. Ja, zeker. Okay. Tot straks eigenlijk, hè. Oké. Dat jasje, hè? Dat wist ik, hè? Dat vind ik mooi. Ja. Het is 36 jaar oud, hè? Dat weet u, hè? 36 jaar oud. Oh. Ja. U vindt mij ook wel lief, hè? U vindt mijn jasje toch wel leuk, hè, meneer? Of niet, mevrouw? U vindt het ook wel leuk, hè? Ja. Waarom loop jij? Voor de gezelligheid. Maar is het de Vierdaagse voor jou? Of is het wandelen voor jou wat zo belangrijk is? Ja, het laatste wel. Hè. Het wandelen, dat vind ik wel heel belangrijk. Hè. Dat doe ik wel in de Achterhoek, waar ik vandaan kom. Daar loop ik iedere dag 21 kilometer. Iedere dag. Die voet die is niet meer helemaal goed. Hè. Er zit geen vet meer onder. Ik loop zuiver. Ik loop zuiver, zo goed als op het bot. En die voet die kan dan breken. En dan is alles afgelopen. Wanneer stop je? Totdat ik erbij neerval, heb ik gezegd. Ik moet er niet aan denken, hè, dat ik niet meer lopen kan, maar ik blijf het doen. Totdat ik er echt bij neerval. Ik kan er niet meer stoppen. En aan alles komt het eind, hè. Maar ik wil het nog niet weten, ik wil het niet horen, ik wil het niet weten. Vandaar. Begrijpt u? Ga maar lekker wandelen, Maria. Ja. Twee kloosters en heel veel bomen. Even lekker zennen in Alverna. Ik dacht, ik kwam er nooit meer uit. 25 jaar in de rolstoel gezeten. En na die 25 jaar ben ik weer voorzichtig aan begonnen met lopen. En heb ik gisteren de eerste vierdaagse dag doorgekomen. Maar de kracht is nooit helemaal uit mijn benen geweest. Maar dan moet je toch nog proberen, ondanks dat je al die jaren in die rolstoel hebt gezeten, toch weer gelopen. Ja, en het is gelukt. Ja. Ik had vorig jaar niet kunnen bedenken Hoe omvang dat zo'n Vierdaagse is. En als je daartussen loopt, hoeveel pijn dat ook hebt, hoe heerlijk dat het voelt om in zo'n mensenmassa mee te gaan en je gedragen voelt door de omstanders die langs die kant zitten. Heb je al een traan gelaten? Ja. Vanochtend kon ik bijna niet meer op mijn benen staan. En de eerste 7 kilometer is een ramp, maar daarna gaat het lopen goed. Hoe groot is het risico dat je morgen niet kunt lopen? 70%. Maar ik ben uit die rolstoel gekomen, dus echt die pijn morgenochtend niet veel. Voor de 50 kilometer wandelaars die het hier fijn vinden, er mag weer gebouwd worden in Balgooi. Het dorpje krijgt er maar liefst 10 huizen bij. Bij de brug rechtsaf, daar is Nifterik. Beste wandelaars, jullie zijn over de helft. En mag je even je ogen dicht doen. En laat je oogspieren maar helemaal ontspannen. Laat ze zoveel ontspannen tot het punt dat je zeker weet dat ze niet meer werken. En wanneer je zeker weet dat ze niet meer werken, dan test je ze een keer. Probeer ze gewoon open te doen. Zij merken dat het niet lukt, omdat ze gewoon heerlijk ontspannen zijn. Het doet je helemaal niks van wat er om je heen gebeurt. Het enige wat je hoort is mijn stem. En de behandelaar gaat gewoon aan het werk en je zal er weinig van merken. Terwijl je dit goede gevoel zo voelt, merk dan ook op dat morgen dat het nog sterker is. Wat ben je aan het doen? Ik ben hem heerlijk even aan ontspannen en laten genieten van de behandeling. Kijk, en hij lacht. Hallo, hier spreekt Harm. Ja, Harm. Ja, hou je ogen maar dicht, hoor. Maar merk je verschil? Heerlijk, lekker relaxed. Wat is dit allemaal? Zijn dit blaren? Dit is een blij. Och, mijn hemel. Ja. Dus in een moment tik ik op je schouder en dan voel je gewoon een soort van verdoving door je hele lichaam heen gaat, door het puntje van je tenen. Let op, nu. Nu. Voel je dat? Voel je het verspreiden heel goed. Helemaal tot het puntje van je tenen. Je hele lichaam is helemaal verdoofd. En iedere keer als ik op je schouder tik, wordt die verdoving sterker en sterker en sterker. Voelt goed, hè? En ik kan gewoon doorpraten en dan gaat het niet over. Nee, dit blijft zo. Ik sta er gewoon bij. Merk je nou dat die ontspannen is? Ja. Pats, daar gaat hij. Niks. Wat zijn de klachten? Nou, ik heb last aan de achterkant van mijn knie. Mijn knie een beetje overstrekt, dus ik loop met de knie behand. Als je daar een beeld bij zou maken, wat voor beeld zie je er dan bij? Hoe ziet dat eruit voor je? Een soort van elastiek die op spanning staat. Een elastiek die op spanning staat, precies. Ja. Hey, en die elastiek die op spanning staat, kan je die ontspannen? Ja, dat kan. Dat kan? Oké, doe maar. En als je ontspant, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er nu? Hangt die slap. Hangt die slap, hè? En, ja. Interessant, hè? Ja. Hey, cool, hè? Ja. En hoe is het nu? Ja, op het moment dat ik het zei, voel je echt een beetje zo van... Zo, voem, in één keer. Ja, heel raar, heel raar. Ja. Cool, hè? Ja, dat is heel cool. Ja. Precies. Je neemt me niet in de zeik. Nee, ik neem je echt serieus in de zeik, maar daarom is het zo raar. Ja, oké. Ja. Wat gebeurde er nou net? Ja, ik weet niet. Ik was gewoon aan het luisteren en de beeldvorm gaat eigenlijk vanzelf. Wil je even gaan staan? Of schiet het er alweer in of valt het mee? Nee. Doe eens een heel klein rondje naar daar en dan niet overdrijven. Denk jij dat jij gewoon door kan nu? Ik denk dat ik nu wel door kan. Want ik wil ook op die stoel. Ik wil ook op die stoel. Zo. Hoi. Dag, veel plezier. Zo. Sterker. En weer trekt de hele stoet wandelaars langs kasteel Wiegen. Wist je dat de kasteelmuren wel 1,60 meter dik zijn? Niet doorheen te komen. Mocht je dat toevallig willen proberen. Dank u. Ja, nee, bedankt. Ik heb, zoals je ziet, een beenamputatie. Ja, ik zou eigenlijk wel normaal de 40 willen lopen, maar de situatie die is nou eenmaal zo dat het belast. Dat is gekomen door een bacteriële infectie. Ja, ik kreeg pijn aan mijn voeten en pijn aan mijn schouder. En toen ben ik opgenomen. Op dat moment werd ik bijna een maand later weer eens een keertje wakker. Dus alles wat geïnfecteerd was wel weggesneden, maar je kon dus eigenlijk, dat is een beetje onsmakelijk, maar de botjes tellen. Maar één mogelijkheid eigenlijk, die bleef over. Ja, en heel simpel gezegd, ja, je leven of je been. Nou, dan maar mijn been. Ik wil mensen laten zien, ook al heb je iets. En dat maakt niet uit. Laat maar zien. Dat hoef je niet te verstoppen. Misschien straks wel een keer weer de 40, als het lukt. Loop je lekker? Ik loop lekker, jij dan niet? Want je bent van ja, zeg het maar. De apneuvereniging? Dat klopt, ja. Ik begon met 58 apneus in de uur, maar 12 seconden. Maar weet je hoeveel mensen in Nederland het hebben? Ja, heel veel hè. Rond 2,5 ton hè. Nee. Hey, hoi. Ben je papa kwijt? Kom maar. Zo. Hey, hoe gaat het? Ja, goed. We zijn heel veel kilometer verder. Ja, werkt het? Het werkt gewoon nog steeds. Ik heb echt nergens meer last van. Nee, jij gaat gewoon de finish halen. Ik ga het halen. Ga maar snel door. Dankjewel. Hoi. Leuk. Hoi. Roze woensdag. Links, rechts, we gaan zwaaien. Dus schatje, mag ik je foto? Heb je foto voor mij? Dus links, rechts, links, rechts, links, rechts. En door de rode nummer. Zo. Hallo? Hallo. Waarom staan jullie hier? Om de lopers aan te moedigen natuurlijk, hè. En wat hebben die uilen er dan mee te maken? Nou, uilen stralen een soort van kracht uit. Als je ze een beetje goed aankijkt, zeker in de ogen, het heeft iets mystieks. Maar dat werkt dan echt, dan komen de vermoeide wandelaars aan. Ja. En die zien jullie en de uilen en dan worden ze verkwikt. Ja, ze stoppen even om een foto te maken. Maar dan moet u ook even kijken zonder toestel ertussen, hè. Want het idee is dat u de kracht van krijgt en dat u dan beter naar de finish loopt. Ja, doe ik. Oh, ja. Ja, werkt het? Ja. Oh ja, heerlijk. Dag jongens. Hallo, en welk land ben je prinses van? Nou, van Nederland hè. En wanneer word je nou een echte full-blown queen? Dat weet ik nog niet. Ik zou er maar eens over nadenken, want je hebt het in je hoor. Ja, dankjewel. Ja, ik zou zeggen, daar ga je. Oh, een royale kus. Doei. Dan doe ik het goed zo. Het is op. Zo. Ik ben het afplakken. Want ik ben daar, zit ik daar en dan lopen ze allemaal door het gras en dan zit ik daar voor niks. Dat vind ik niet leuk. Jolanda, ja, maar het werkt nog niet echt, hè? Want ze snijden hier nog steeds een stukje af. Och jeetje, maar dat werkt, dat is niet goed. Ze lopen tekort. Maar dan heb ik daar een douche neergezet. Ik heb daar bekertjes water neergezet. En ik zit daar helemaal vergeten. Zo. Nou, dat ziet er een stuk beter uit, of niet? Nou, nou krijg ik misschien. Waar is het feestje? In Beuningen is het feestje. Tenminste, volgens de Beuningers zou vandaag, de dag van Wiegen, voortaan de dag van Beuningen moeten heten. Hier steken de wandelaars de Waal over via een echt rijksmonument, de Sluis van Wirth, gebouwd in 1925. Hoera gehaald, je zou er bijna gay van worden. Het is Roze Woensdag in Nijmegen, het einde van dag 2. Nou, een beetje. Gaat heerlijk. Ja, loopt je lekker. En ook jou zit ons echt beter. Ja, dat begrijp ik op zich, maar hoe vind je nou al die roze aandacht? Geweldig, hè? Je moet nog een klein stukje naar beneden. Yes! Dus in dag 2 is gewoon klaar. En dan bier en dan feesten. Heerlijk. Ja, je hebt net begrepen. Mooi, daar ga je. Goed, hè? Ben je van de mannen of de vrouwen? Mannen. Hetero? Hetero. Ja, leuk voor je. Kijk eens. Ach, wat leuk. Ach, liefde. Liefde. Ja, daar is hij weer! But do you like it, all the attention? Yes, sir. Everybody's looking at you, you're good looking. You see? Wow. Well, enjoy. And look, it's all pink, pink, pink. Bye Dit is de een en dit is de ander. Dit is Joke en dit is Nettie. Al 12 jaar onafscheidelijk als bureaulisten. Ik volg het duo op weg naar de briefing van chef Eugène. Kijk, dat is hem. Hij speelde de laatste 2 jaar een bedenkelijke rol. Eugène had ons uit elkaar gehaald en dat vonden we eigenlijk niet zo fijn, want we doen het al jaren samen. Uiteindelijk is het weer goed gekomen en dit jaar was het eigenlijk weer. Straks even verhaal halen, want niemand komt tussen Joke en Nettie. Ik herhaal, niemand Eugène. Nu eerst de ponskaarten en de scanner ophalen. 30 Hendrik. 30 Hendrik, ieder ander. Oh, dankjewel. Dan zouden we dat vergeten. Lichte paniek, want er is geen zouten drop. Ja, nou, de lopers hebben vaak wel behoefte aan wat zout en dropjes, maar dit helaas... Dit is het restje en het is allemaal zoet. Maar daar is dan toch nieuwe zouten drop. Met de tanden erin. In overvloed zelfs. Deze zijn heel lekker. Eerste lopen. Dag meneer. Ze scannen zo'n 900 man per dag. En vrijdag wordt druk met medailles verdelen. Zelf liepen ze de Vierdaagse de nodige keren. En dus weten ze precies wat de lopers meemaken en nodig hebben. Toen wij liepen, hebben we ook wel eens gehad hoor. Dat, ja, we huilend achter elkaar liepen. En dan halen we de finish. Ja, en hebben we dan toch gesteund werden door deze en gene wel, moet ik eerlijk zeggen. En daarom weten we ook van, als de lopers hier komen, wat ze eigenlijk bedoelen en meemaken. Dus wij weten precies van, ja, als ze eentje moeilijk hebben of zo, van even een oppeppertje of even een woordje zeggen en dan er weer tegenaan. Het Vierdaagse leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Joke en Nettie maken het iedereen graag naar de zin, maar vergeten ook zichzelf niet. Ja, maar is dat niet vervelend dat de mensen dingen aanlopen? Ja, ik vind hem ook te hoog, te laag. Even een plakbandje, Joke. Het is vandaag roze woensdag. Ja, lekker. Lekker. Straks heb ik harder nodig. Aha, daar is Eugène, die de post rondbrengt. Dit is de blarenboom, moet ik hem even eentje zo leggen? Nee, laat maar. Je had de dames uit elkaar gehaald. Ja, maar dat is juist wel heel goed. Want dat betekent dat ze hun wijsheid en kennis met anderen delen die ze dan moeten opleiden. Maar deze mensen horen bij elkaar, Joke en Nettie. Vind je? Ja. Jij niet? Als Jut en Jo. Nee, nee, zo willen wij niet genoemd worden. Nee, eigenlijk niet. Dan stoppen we er nu nog mee. Ja. Volgend jaar willen ze weer uit elkaar daarom nou. Nou, het is wel onze week, hè, want ik vind dit echt, het is mijn vakantie. Jij gaat het regelen, ik voel het. Nou, ik zal er eens heel zwaar over na moeten denken. Maar we hebben wel het volgende erover. Nog één keer voor jou dan, Eugène. De een en de ander, ze kunnen echt niet zonder elkander. Gaat het? Nou, niet makkelijk. Tijd voor de arm van Harm. Haak maar in. Hoe erg is het? Het gaat wel een stuk beter omhoog. Ja, dat begrijp ik. Nou, heb je heel veel pijn? Behoorlijk, ja. En hoe lang al? De laatste 5, 6 kilometer. Dat is lang, hè? Ja. Waar zit de pijn? Heel lang. Voetjes, hè? Voetjes. En dan verder omhoog ook nog? Nee, dat valt wel mee. Oké, dus alleen de voeten. Tuurlijk. Nou ben je halverwege. Hoe gaat het de rest van de week, denk je? Goed. Ja? Maak het uit. Je bikkelt er doorheen. Oh, zeker weten. Je hebt niet alleen een snor, maar die staat ook ergens voor. Vastberadenheid. Vastberaden. Zullen we dan gewoon het laatste stukje een beetje wat vierder over de finish? Nou, kom. Want je loopt dus een mols op. Kom op, zo. En omhoog. En trots. Kom op. Wat nou pijn. Haha. Kan je nou alleen? Ja. Ik dacht het wel. En even op. En dan ga je. Kijk eens. Is dat een trotse man of niet? Haast niet. Burnout. Ik ging de eerste 30 echt voluit en de laatste 10 dacht ik echt, ik wil niet meer. Gezelligheid. Heb ik gisteren gemist in Overbetuwe. En het was vandaag een en half feest. Op zich was het wel leuk, maar ik heb voor de tweede dag wel ontiegelijk veel blaren opgelopen. Dus ik kan weer naar de blarenpolie. Hey, super! Dag 2 zit erop. En het was een lange, zware dag. Ik had gewaarschuwd. En mijn woord van vandaag... Ik ontkom er niet aan. Zweet. Ik heb mijn best gedaan om het droog te houden. Is niet gelukt. Hé, hey, hallo? Hoi. Hoe was jouw dag vandaag? Geweldig. Gezweten? Nee. Oh. Nee. Nou, ik dacht het wel. Morgen de dag van Groesbeek gaan we van het Cleveros naar het frisse groen. Heb je nou foto's van hele mooie natuur? Stuur die naar ons. foto.gld.nl. Ik kan hele mooie prijzen winnen. Ik zou het doen. Tot morgen. Wat een dag. Oh. Ik weet dat ik het niet mag zeggen, maar wat een smeerlappen zijn het ook.